Ja, die 2 minuten. 2 minuten stilte. Om 8 uur. Ja, dan ben ik doodstil. Doodstil, vrienden. Want ik zal jullie vertellen, 1 jaar of 10 geleden, toen ben ik dus een keer naar Polen gegaan. Was ik op reis. Krakau was voor het Europees kampioenschap. En aan het eind van die reis zei ik, ik wil naar Auschwitz. Ik moet dat een keer gezien hebben. En ik nam met nog een paar mensen een taxi. En dus nog 80 kilometer rijden of zo. En dan kwam ik aan. Bij Auschwitz. En daar staat dat bord. Wat je ook al honderden keren hebt gezien. In documentaires. En noem het maar op. Arbeid. Machtvrij. En allemaal. Dan loop je daar onderdoor. En dan loop je door. Tussen die gebouwen door. En je ziet. De prikkeldraad. En je ziet die wachttorens. En het was een beetje winter. Het was een beetje sneeuwerig. Het was er een beetje koud. En je hoort gewoon in je hoofd die Duitse stemmen schreeuwen. En je voelt, als je langs die gebouwen liep, dan voel je gewoon de angst waarmee die mensen toen te maken hebben gehad. Er zijn 1 miljoen, kun je je voorstellen, 1 miljoen mensen daar. Zijn daar omgebracht in Auschwitz. En dat wordt nu ontkend door sommige mensen. En er zijn ook mensen die er gewoon niks van weten. En hoe kan dat nou? Die mensen moeten daar ook naartoe. Ga daarheen en dan zul je het beleven. En ik heb gezien, ik heb er gestaan in die gaskamer. Daar zijn gewoon geen woorden voor. Als je daar staat, in die gaskamer. En dat daarnaast, en hoe dat ooit verzonnen is kunnen worden. Daar stonden die brandovens, om die lijken gelijk te verbranden. Vrienden, als je daar bent geweest, of daar ooit nog naartoe gaat, naar Auschwitz. 57.000 Joden uit Nederland zijn daar vermoord, vrienden. En ja, het leert je alleen maar eigenlijk hoe slecht de mens kan zijn. Dat is wat je daar eigenlijk van opsteekt. En dat we dat moeten blijven bevechten. Met elkaar, maar ook in jezelf. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Het slechte in de mens. Blijf daar tegen vechten, vrienden.